Vandaag is het zondag 6 december. De tweede vlogweek van de Vlogmas is begonnen. Vandaag dus de eerste dag. Vandaag 6 december, wel een speciale dag, want onze oudste zoon Kyle is vandaag 16 jaar geworden. Hiep, hiep, hoera. Is toch wel een beetje een speciale leeftijd, al vieren we het niet echt heel uitgebreid, zoals ik jullie vorige week al vertelde in de vorige vlog. 16 jaar geleden, ik denk er natuurlijk ieder jaar wel aan terug, toen lag ik nog in het ziekenhuis, want hij is 's avonds geboren. En hij is bijna 4 weken te vroeg geboren, dus vandaar dat ik in het ziekenhuis lag met gebroken vliezen al een aantal dagen. En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, want het is al lang geleden, begonnen de weeën. En toen is hij allemaal heel snel gegaan, hij is heel snel geboren, echt in een paar uurtjes vanaf de eerste wee tot aan de geboorte. En hij hoefde ook niet de couveuse in en hij was wel mooi op gewicht en zo. Maar goed, dat is al 16 jaar geleden, het is inmiddels een grote, ja, hij is een stuk groter dan mij. En wat gaan we zo meteen doen? Met mijn ouders gaan we wel even naar Van der Valk hier in Kuik om eventjes iets te drinken en een gebakje te eten. Of een gebakje eten. En vanavond krijgen we een paar mensen te eten. We hebben al verse tomaatsoep gemaakt. En ik vind dat wel gezellig op zondag, een vers soepje. Ruikt ook altijd lekker. Ik weet niet, heeft iets met z'n allen aan tafel. En dat is het een beetje voor vandaag. Ik moet nog wel aan mijn blog dingen doen. Dat had ik eigenlijk al vanmorgen moeten doen. Is er een beetje bij ingeschoten. Ik zit even van arm. Ik moet eigenlijk nog één video bewerken. En ik moet een uitgebreid artikel schrijven over de kerstproducten van de Body Shop. En dat moet echt, want we lopen al een beetje richting kerst. Dus dat moet echt snel online. En dat is best veel werk. En ik moet het weekoverzicht nog gaan doen. Dat doe ik altijd op zondag. Dat kan ik altijd pas op zondag klaarzetten voor morgen, maandag dus. Dus eigenlijk heb ik nog best wel een drukke dag. Maar ik ga jullie voor nu als eerste even laten zien wat ik draag. Ik heb me voor deze dag wel een beetje feestelijker aangekleed. Ik draag deze bedoorrode auberginekleurige top met allemaal kraaltjes. En kraaltjes zijn het. Heel mooi vind ik hem. En deze komt van Superstar. Het jurkje daaronder, het lijkt een beetje een kokerrok. Maar het is een zwart jurkje, die is ook van Superstar. En daaronder draag ik mijn zwarte pumps. Is niet de beste keus bij deze panty en deze outfit. Maar ja, het zit wel lekker. En ik weet zo 1, 2, 3 ook niet wat voor schoenen ik er anders onder moet. Ja, we zijn bij Van der Valk. Het is heel mooi versierd in kerstveren. Nou, Kyle, gefeliciteerd. Nog wel, gefeliciteerd met je broer. Is de taart lekker? Ik heb deze, maar ik wacht nog even op de koffie. Hey, proost hè? Kyle, op je verjaardag? Ja, gezondheid. Ja, het is nu rond 4 uur en we zijn weer terug uit Van der Valk. Het was trouwens erg gezellig. En ik zit heel even achter mijn computer, maar ik wilde jullie nog iets laten zien. Gisteravond, 5 december, op pakjesavond, werd er nog een pakketje bezorgd. En ik had zoiets van, verwacht niks meer. En ik heb verder ook niks besteld. En toen kreeg ik een hele leuke cadeaudoos van bol.com. Die ga ik... was echt een verrassing toen ik het opendeed, want ik dacht eerst, nou misschien is het de verkeerde bestelling of zo. Mijn naam stond er wel echt op. En ik heb natuurlijk vaker met hun samengewerkt. En toen kreeg ik dus deze... Er zat ook een hele mooie strik om deze doos, maar ik heb het gisteren meteen opengetrokken, dus die is eraf. En wat zit er dan in? Ik werd hier echt heel blij van. Ik zag Chanel meteen en ik had zoiets van, mag ik even gillen? Chanel de Vita Lumiere Aqua en dit is de compact, even kijken. De Cream Compact Make-up, dus ik ben er heel benieuwd naar en zo te zien. Nummer 22 beige Rose of zoiets, de kleur. Ja. Ik denk wel dat het een kleur is die geschikt is voor mij. Ik moet het nog wel gaan uitpakken en gaan bekijken. Toen kreeg ik ook nog van Yves Saint Laurent een soort van, even kijken, waterproof eye pencil. Nou, dat is altijd handig. En nog een lakje. En dit is een blanke topcoat, dacht ik, die heel erg extreem glanst. En ik kreeg ook nog, even kijken of dat zo kan laten zien. Deze, ik moet wel eerlijk zeggen, dit is niet helemaal mijn smaak. Maar ik ben er wel heel erg blij mee, want het is gewoon leuk om zoiets te krijgen, helemaal als het er... De soep is bijna klaar. Beertje. Weet je of dat iets valt? Smakelijk eten. Ja, dank je. Dank je wel. Ik zit weer, as usual, achter mijn computer. Ik moet mijn weekoverzicht gaan maken, want dat moet morgen vroeg klaarstaan. Dus dat ga ik nu doen en ik ga toch nog proberen om na het weekoverzicht een artikel te maken. En ik heb er eigenlijk vanavond geen zin in. Want ik wou eigenlijk een beetje op tijd naar bed. Maar ik ga het denk ik toch maar gewoon doen. Want dinsdag moet ik naar Amsterdam. En dan schiet de hele dag er verder ook bij in. Het is nu 10 uur. En ik stop ermee voor vandaag. Want ik ben eigenlijk nog lang niet klaar. Maar ja, zo kan ik wel
tot vannacht doorgaan of misschien wat op morgenochtend. Ik heb in ieder geval een video geëdit. Ik heb het weekoverzicht klaargezet. En het artikel wat ik nog wilde schrijven, dat wordt hem echt niet meer vanavond. Ik heb er voor nu, heb ik er ook geen zin meer in. Ik ben moe en ik ga zo meteen lekker douchen en naar mijn bedje opzoeken. En morgen weer een nieuwe dag. Dan gaan we er weer fris tegenaan. Dus ja, voor zometeen wel trusten. En ik zie jullie morgen weer. Doeg. Goedemorgen, het is maandag 7 december. Weer een nieuwe vlogdag voor deze vlogmas in december. Het is nog vrij donker buiten. Het is zo rond de klok van 8:30. Mijn kinderen zijn naar school. En ik moet hard aan de slag. Dat heb ik gisteravond volgens mij ook al verteld tijdens het afsluiten. Dus ik ga in ieder geval beginnen vandaag om aan mijn blog te werken, artikelen uit te werken. Morgen moet ik dus naar Amsterdam. Neem ik jullie ook gezellig mee. En volgens mij zie ik er nog een beetje niet helemaal wakker uit. En ik heb hier ook steeds heel beroerd licht als ik hier zo sta en gewoon een lamp aandoe. Dat ziet er niet zo heel florisant uit. Ik ga jullie wel even meteen laten zien wat ik draag vandaag. Een mauve kooltrui, turtleneck. En ik zie, en het ziet er heel belachelijk uit nu op camera, dat ik er een hele verkeerde BH onder heb. Dus ik was nog aan het slapen vanmorgen, want dat tekent helemaal. Dat is niet. Ik draag een zwarte bikerbroek en dan zitten we... Dan draag ik deze statement necklace en die is van Primark. Eigenlijk moet ik ook nog naar de nagelsalon vandaag. Maar ik ga even kijken of ik dat een beetje erin kan passen. Mijn vaste nagelstyliste, die is zwanger. Hartstikke leuk hoor, voor haar. Maar zij is nu naar Vietnam en dan gaat ze naar de familie en dan gaat haar vriend... De familie toestemming vragen ze om te trouwen. Dus ze is een hele tijd is ze er niet. En daar baal ik wel van. Natuurlijk gun ik het haar wel. Maar zij maakt echt. Zij is gewoon perfect met nagels. Gewoon de beste. En ik ben best wel pietleuterig en kritisch als het op nagels aankomt. Ook omdat ik dat natuurlijk ooit allemaal zelf gedaan heb. Is het niet snel goed bij mij. Nou, ik loop nu in Dukenburg. Ik ga toch eventjes vandaag naar de nagelsalon. En ik heb maar 1 uur afspraak. Het is nu 12:30. En ik heb wel een beetje honger. Dus ik ga... Even snel bij Bakker Bart een broodje eten. Nou, ik ben weer thuis van de nagelsalon. Mijn nagels zijn weer mooi gedaan. En ze zijn ook echt mooi gedaan. Dus ik ben ook blij met degene die nu mijn nagels heeft gedaan. Dus daar ga ik de volgende keer ook weer bij terug. Dan hoef ik in ieder geval geen nieuwe nagelsalon te zoeken. Want ik was er toch wel een beetje bang voor. Zeker als je zo kritisch bent. Toen ik net naar de nagelsalon was, is er een pakketje bezorgd. En dat is bij de buren afgegeven. En dat is natuurlijk geen probleem. Maar ik ben net bij mijn buren aan de deur geweest. En die zijn nu niet thuis. Het is altijd balen, want ik wil altijd weten wat er bezorgd is. En wie is er thuis? Novelletje. Hoi Noël, was het op school? Goed. Ja? Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Ben je slimmer geworden vandaag? Nee. Nee? Nee. Niet? Nee. Heb je niks geleerd? Je leert wel iets? Nee, helemaal niks. Wil je ook even laten zien wat je aan hebt vandaag? Een soort van outfit. Zullen we dat eens doen? Doet mama ook altijd. Wacht, hoor. Ik richt de camera wel eventjes op jou. Hey Noël. Hoi. Wat heb je voor iets aan? Eerst maar zo voor. Wat heb je van broek aan? Wat is dat van broek? Een grijze broek. En wat voor een leuk blouseje heb je aan? Want dat staat jou wel heel mooi. Een houthakkersblouseje. Houthakkers? Ja, dat noemen ze zo, dat printje. Mm. Rood met zwart. Rood kleurtje, altijd mooi. Nee hoor. Dit is donker. Hoewel. Echt. Nee. Mama, hey, echt. Zit je op mijn kamer te knoeien? Godsamme. Ruim eens op. Ik heb hier gisteren of eergisteren staan stofzuigen. Ah. Oh. Vind je dat leuk? Ja. Ga je daar ook je handen poetsen? Is het helemaal onder chocolade? Eet maar even door, want het smelt helemaal. Ja, maar anders knoei ik op jouw kamer. Ja, dan is mijn pakketje opgehaald bij de buren. En het is dit prachtige palet van Urban Decay. Gwen Stefani palet. Zo mooi, alleen de verpakkingen al. En daar zaten ook nog mini lipsticks bij. De binnenkant, geweldige kleuren. Inmiddels is het alweer bijna donker en het is rond 5:30. En ik heb eindelijk mijn uitgebreide artikel van de Body Shop af. Ik kan het wel meteen eventjes laten zien. Want ik ga hem over morgen plannen. Gewoon omdat hij, ja, voor mij heeft hij prioriteit. Omdat we al richting kerst gaan. Dus dan plan ik het artikel wat eigenlijk voor morgen stond, plan ik op een andere dag. Dus ik kan het wel laten zien, want tegen de tijd dat de vlog online komt, staat het artikel al online. Dus ik ga... Omdat er natuurlijk best wel veel producten zijn, ik ben nu alles aan het nalezen en de foto's aan het nakijken. Moest er best wel veel tekst geschreven worden en ook de goede foto's erbij, de goede prijzen. De hoeveelheid die in de verpakkingen zit, dus het aantal milliliters of eventueel gram. En... Dat is best wel een werk, zeg maar. En dan nog alle tags, alle linkjes, noem maar op. Het is nu 9:30, ik lig lekker in mijn bedje. Ik heb lekker een maskertje en al dat soort dingen gedaan, gescrubbed. En zelf lekker ingesmeerd met een lekkere bodylotion.
Ik ga lekker slapen, morgen naar Amsterdam. En ik zie jullie morgen weer. Welterusten. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 8 december. Ik heb een beetje haast nu, want ik ga zo meteen naar Amsterdam. Of ik had eigenlijk al weg moeten zijn. Ik heb daar een event van Ghoul. En ik ga van tevoren eventjes langs de nieuwe beautyafdeling van de Bijenkorf. Ben ik wel heel benieuwd naar. En aangezien Amsterdam niet bij mij naast de deur ligt, vind ik dat wel leuk om zo te combineren. Want om daar helemaal speciaal voor op en neer te rijden is ook zo'n gedoe. Sowieso kan ik niet altijd naar alle afspraken of uitnodigingen die ik krijg. Want net bijvoorbeeld gisteravond had ik iets in Amsterdam. Zit ik er vandaag weer, dus gisteravond ben ik niet geweest. En het is gewoon soms wel lastig als je verder weg woont. En ja, ik heb het al heel vaak verteld. Ik ben tegenwoordig afhankelijk vanwege mijn schouder. Dat iemand mij rijdt, want het is het lang rijden. En als ik dan zo met mijn arm lang aan het stuur zit, dat kan ik gewoon niet met mijn schouder. Dat gaat gewoon niet, want dan ja, zakt hij gewoon omlaag. Dat is niet goed, dat weet ik. En ik moet me er ook nog een keer aan laten helpen. Maar daarom ben ik ook afhankelijk van, ja, jullie weten het wel, de chauffeur die mij rijdt. Dus die kan ook niet altijd. En ik kan ook niet altijd maar hup voor alles naar Amsterdam. Dat is gewoon geen doen. Ik ga even heel snel laten zien wat ik draag. Ik ben niet super netjes vandaag, want het is een soort van walk-in event. En dan kan het volgens mij best om met een jeans aan te komen. Ik draag weer mijn Reinersvest. Volgens mij hebben jullie deze outfit vorige week ook al gezien. Ik draag een hoge taille jeans van de H&M. Ik draag er weer een zwarte kool onder en die is van Steps. Het riempje is van H&M, het vest van broek die kapot is en ik draag daaronder mijn zwarte pumps. Nou, ik sta nu bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Eigenlijk altijd als ik in het centrum moet zijn, want dat is handig met parkeren. En ook een stuk goedkoper. Ik weet ook zo niet uit mijn hoofd wat hier kost. Weet jij dat? Ik zit hier even aan de koffie. En ik heb hier ook een broodje staat een club sandwich. Volgens mij komt hij er al aan. Nou, de club sandwich is gebracht en het ziet er heel lekker uit. Het ziet er wel chic uit zo. En die vloer. Ik weet niet hoe lang ik hier mag filmen, maar ik kijk wel gewoon. Chanel. Tom Ford. Wauw. Nou, het begint om 1:30. Ik ben echt precies op tijd. Of iets te vroeg zelfs, want ze zijn nog bezig de ballonnen ophangen. Wat heb ik nu aan? Ik krijg nu een hoofd aan. Hoofd van haarlezen. Oké, ja. Ja. Wanneer heeft u haar voor het laatst gewassen? Vanmorgen. Vanochtend nog? Ja. Oké. Nou, ik zie dat u haar kleurt. Ja. Dus het is een basiskleur en u heeft ook nog eens een ombre heeft erin gedaan. Dus een ontkleuring. Dus ja, je merkt gewoon meteen bij die lengte en punten dat dat echt wel wat voeding nodig heeft. Dat dat wat droger is. Ja. En uw eigen haarstructuur is, neem ik niet aan, helemaal stijl van uzelf. Dit feunt u? Nou, ik heb wel stijl haar van mezelf. Wel? Ja. Okay, ja. Maar ik feun altijd mijn haar als ik gewassen heb, ja. Ja, ja. Doet u daar voor het feunen ook nog een bescherming in de in? Oh, eigenlijk altijd wel, okay, ja. Hartstikke goed. Nou, dat is in ieder geval mooi meegenomen. Want soms heb je ook mensen die dat dus niet doen. En dan droogt het natuurlijk nog extra uit. Ja. Hoe vaak per week wast u haar? Meestal, ja, ik moet naar de kapper, zie je? De grijze haartjes komen erdoor. Ja. Maar meestal om de 2-3 dagen ongeveer. Ja. En dat is ook echt wel noodzakelijk. Dat is echt wel wat vetter. Ja, ik vind dat anders. Nou, het valt eigenlijk wel mee, maar ik vind het zelf gewoon lekker fris. En dan zit het daarna ook weer mooi als ik het fun en zo. Dan is het anders is het allemaal zo plat. En, ja. Ja. Nou, als ik kijk, de hoofd ziet er echt wel heel goed uit. Geen rode vlekjes of schilfertjes of... Gelukkig. Nee, ja, het ziet er gewoon heel gezond uit wat dat betreft. Dus het is meer gewoon dat uw haar echt die voeding nodig heeft, omdat u al die extra dingen ermee doet natuurlijk. Ja. Het verven en het ontkleuren en het feunen. Ja. Nou, ben er op weg naar Brabant. Mijn haar is net helemaal verregend. Het regent buiten en het is echt zo'n vies weer. Ik kon daar net niet te veel filmen, want er zit dus een embargo op. Dus eigenlijk heb ik heel weinig kunnen filmen.
En het zal wat druk zijn op de weg. Ik ben toen straks ook nog even langs de MAC-counter geweest in de Bijenkorf. En heb ik een paar mooie lipproducten gekocht. Waar ik heel erg blij mee ben. Maar die laat ik jullie wel zien als ik. Het is nu zo rond 5:30, 6. Ik ben weer lekker thuis. En ik was er ook wel aan toe. Want ik heb de hele middag op mijn hakken gelopen in Amsterdam. En dan gaan op een gegeven moment toch wel mijn voeten pijn doen. Soms neem ik al andere schoenen mee. Maar vandaag had ik dat dus niet gedaan. En dan is het wel lekker om even je pantoffels aan te trekken thuis. Ik kan dus niet laten zien wat er in de tasje zit, want er zit dus embargo op. Ik ben er wel heel benieuwd naar. En ik ben natuurlijk even langs de MAC-counter geweest. En ik ga jullie nu laten zien wat ik gekocht heb, want ik ben er heel blij mee. Ik ging eigenlijk voor de lipstick meer, maar het meisje wat mij hielp had zo'n mooie nude lippen. Maar dan niet dat hele lichte nude, echt gewoon zo mooi. Dus ik had gevraagd wat ze droeg en dat waren twee producten. Deze lipstick in de kleur, even kijken hoe die heet, Kinda Sexy. En dan deze lipgloss, dus geen, niet de gewone gloss, maar lipgloss. Die glanzen heel erg volgens mij. En dit is de kleur Lust en die had ze dan over elkaar. En deze, ik denk dat de kleuren niet heel goed overkomen. Ik kan ze ook nog niet swatchen. Zo, deze. Echt een hele mooie nude kleur. En hij heeft een beetje bruin, maar ook een vleugje roze. En ik zocht daar nog een bijpassend lippenstift bij. En even lastig hoor, het indraaien met links. Want ik ben dol op de lippenstifts van MAC. En toen heb ik deze gekocht. En dit is lippenstift in Boldy Bear, geloof ik. Even kijken. Boldly Bear, ja, dus ook een beetje een roosbruine, nou, match perfect. En dan de combinatie van deze, dus eerst het lippencil, dan de lipstick en dan de lipgloss is echt prachtig. Dus ik ga hier nog wel een artikel over maken. Goedemorgen, het is vandaag 9 december. Ik besefte me net dat ik gisteravond helemaal vergeten was om de vlog af te sluiten van gisteren. Maar goed, maakt ook niet uit, anders wordt die misschien ook veel te lang. Want je krijgt best wel een lange vlog natuurlijk als je de hele week samenvat. Wat ga ik vandaag doen? Natuurlijk aan mijn blog werken. Ik ga zo meteen eerst naar de kapper, daarom zit mijn haar ook niet meer. Het is ook echt nodig. Ik heb vooral hiervoor altijd al wat grijze haartjes. Baal, baal, baal. Daar baal ik echt van. Maar ja, het is er nou eenmaal. Ik ga jullie even laten zien wat ik draag vandaag. Ik twijfel nog een beetje over mijn outfit. Ik draag vandaag een witkanten blouseje. Deze is van de H&M. En ik vind hem eigenlijk wel heel leuk, van die kanten mouwtjes. Het is wel een heel lief, ja, ik hou al van kantjes en zo, een heel leuk blouseje. Ik draag daar overheen een lang zwart gilet, die is echt heel lang. Deze is van Boohoo, die is wat wijder, ruimvallend. En ik draag weer een jeans van H&M en daaronder draag ik lakpumps, die zijn ook van de H&M. Nou, ik heb de lipproducten opgedaan en ik ben er echt verliefd op. Het zal niet heel goed overkomen op camera, maar het is zo mooi. Ik ben even buiten gaan staan, zodat jullie de lipkleur goed kunnen zien. Nou, ik ben inmiddels weer terug van de kapper en ik zie dat de zon helemaal verkeerd valt. Zo kunnen jullie mijn haar niet zien, maar het is dus de uitgroei is bijgewerkt, vooral het grijze haar. En ik heb er wat meer licht in laten doen. Zo zien jullie dan wel. Dat had ik van de zomer ook, maar mijn haar groeit natuurlijk. Dus dan zakt dat ook zeg maar uit als het ware. Dus het moest eventjes opgefrist worden en ik ben er weer heel erg blij mee. En ik ben nu bij een vriendinnetje. Dan ga ik eventjes op de koffie. Hier ben ik en ik ga nu de auto uit en dan gezellig. Ik ben nu weer thuis. Het is zo rond 1:30 of zo. Je kunt nu mijn kleur beter zien en ook dat ik er meer licht in heb laten zetten. Let trouwens even niet op mijn make-up, want door het wassen gaat er natuurlijk, komt er water op en zo. En dan wordt je foundation en zo helemaal vlekkerig, dus dat ziet er een beetje raar uit. Maar verder ben ik weer blij met mijn haartjes en kijk het ook gewoon minder hard, minder donker. Ik hou wel van donker haar hoor, maar het was van voren. Omdat het al een tijdje geleden was dat ik er blonde plukjes in heb laten zetten, was het vrij donker. Het is inmiddels 9:30 s'avonds. Ik ga lekker naar bedje toe. Ik ga nog even een afleveringetje van Jessica Jones kijken. En dan ga ik lekker slapen. Vanavond heb ik weer iets voor mijn site. Maar daar ga ik jullie morgen meer over vertellen. En eigenlijk wil ik morgen ook nog eventjes naar de Primark voor een kersttrui met lampjes. Maar ik ga even kijken of dat morgen gaat lukken. In ieder geval wel trusten en ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen of eigenlijk goedemiddag. Het is donderdag 10 december en ik ben net gedoucht. Het is al vrij laat. Het is echt al middag en dat heeft een reden, want ik ben heel erg gestrest. Mijn site heeft vandaag een soort van storing. Als ik gewoon naar mijn site ga, dan werkt het niet. Dan zie je niks. Ja, zie je Glamourista Girl, maar verder zie je niks. Dus de homepage werkt niet en dan krijg je weer foutmelding. Directe linkjes doet hij wel. En er is vannacht bij mijn provider iets van onderhoud geweest. En daar is het misgegaan. En waarschijnlijk zit het ook in de database. En ik heb al
heel veel contact gehad met de helpdesk, maar het schiet allemaal niet op. En ik ben nu uren verder. Het heeft me echt al een halve dag gekost. Waardoor ik en niet aan mijn site kan werken. Ik kan dadelijk nog wel eventjes wat foto's gaan maken. Maar het kost zoveel tijd waar ik eigenlijk niks voor terugkrijg. En dat geeft heel veel stress. Want ja, je wil natuurlijk dat je site goed loopt. Goed altijd in de lucht is. En het geeft ook stress en frustraties. Omdat het, ik vind het te lang duren. En het zijn allemaal eigenlijk verloren uren. Ik had sowieso al lang aangekleed en gedoucht willen zijn. Dus ik baal eigenlijk best wel. Want vanavond heb ik een event in een mannenkledingzaak in Ede. Daar ben ik voor uitgenodigd samen met nog een aantal andere bloggers. En het heet Dress My Best Friend Event, dacht ik zo uit mijn hoofd. En ik ga mijn beste vriend daar leuk aankleden. En dat mag in Tommy Hilfiger of Drycorn, die twee merken. Daar mag ik een set van samenstellen om hem te gaan stylen. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Daarom moet ik ook vroeg eten koken vandaag. Want ik moet dus vroeger eten omdat ik al op tijd weg moet. Ik moet daar om 6 uur zijn. En het zal wel druk zijn, dus ik wil uiterlijk om 5 uur aanrijden. En ik moet ook nog tanken, dus wil ik natuurlijk voor die tijd gegeten hebben. Daarom ga ik denk ik nu nog geen kleding aan doen, want ik ga zo meteen het eten maken. En ja, stel dat ik knoei om mijn kleding, dat vind ik zonde. En ik heb ook geen zin om me helemaal 2 keer om te kleden. Ik baal echt zo van mijn site. En ik krijg daar ook altijd wel een beetje buikpijn van. En aan mij zie je niet zo heel snel dat ik heel gestrest ben of stress heb. Ik oog dan altijd vrij rustig en kalm. En ja, kom ook wel zo over. Maar van binnen is het een heel ander verhaal. 5:30. Ik heb inmiddels gegeten. En ik heb mezelf een keer maar omgekleed. Dat laat ik zo meteen zien. Ik heb ook lipstick opgedaan. En mijn site werkt nog steeds niet naar behoren. En daar baal ik van. En ze zijn nu wel met iets bezig wat het dan moet oplossen. En dat gaat, er zijn natuurlijk meer mensen die er last van hebben. En dat gaat site voor site, dus dat duurt wel een aantal uur. Ik ga eerst tanken, dan ga ik mijn beste vriend ophalen. En dat is ook meteen altijd de chauffeur die mij rijdt vanwege mijn schouder. En dat is ook wel leuk, want hij verdient het ook al na al het rijden om een keer in het zonnetje gezet te worden. En ik ga jullie nu laten zien wat ik aan heb. Ik draag de Reinders Coco Dress en die zit heerlijk, lekker warm en met door de grote kol. Nadeel is wel dat je make-up gaat afgeven aan zo'n kol. Maar het is dus een hele lange jurk met een, van een soort ripstof. En daarover te zien draag ik mijn Reinders Oversized Vest in dezelfde kleur, grijs. En ik draag mijn Chanel pareloorbellen. En die vind ik hier wel heel mooi bij staan. En ik dacht, of ik heb nu niet mijn Chanel armband erbij om. Dat komt omdat ik aan het vest vaker blijf hangen met die armband. Dan ben ik bang dat ik het kapot trek. Dat komt gewoon omdat het een beetje van die haartjes of pluisjes eruit steken. En dan blijf je gewoon snel hangen. Ik ben er, maar nu in Ede. Even naar de winkel, auto is geparkeerd. En het is best wel koud. Het zat echt een koude wind. Deze winkel. Allereerst welkom. We gaan zo een online doen, Michel. We gaan online door de winkel geven aan jullie. Stel hem gerust alle vragen van een hemd van live. Zowel nu als op de rest van de avond. De rest van de verkopers die hier rondlopen zijn ook allemaal eigenlijk voor jullie. We hebben de winkel gemaakt open voor jullie. Dus dat is wel erg leuk. Nou, we hebben een aantal kledingstukken uitgezocht en het ligt hier allemaal in de pashok, dus mag die mooi gaan passen. Nou, ik ben weer thuis, het was erg leuk en nu ga ik mijn make-up eraf halen. Ga lekker douchen en dan ga ik mijn bedje in met Netflix. Dus ik zie jullie morgen weer. Het is vandaag vrijdag 11 december en ik ga zo meteen naar Primark toe. Wat ik eigenlijk gisteren al van plan was. Ik wil gewoon zo'n kersttrui hebben. In ieder geval, ik hoop dat ze hem hebben. Ik ga nu snel. Het is rot weer buiten. Het regent, het is grijs. En ik krijg er alles behalve een kerstgevoel van. Ik wil echt sneeuw en lekker koud. Dan maar koud. Maar ik hou wel van sneeuw. In ieder geval voor een aantal weken per jaar. Ik ben nu naar buiten aan het kijken. Het is echt gewoon heel ongezellig weer. Ik ga meteen eventjes laten zien wat ik draag vandaag. Een trui met een luipaardprintje. Deze is van H&M. En verder draag ik een zwarte broek. En ik heb, het zijn niet de mooiste laarsjes. Maar die heb ik eventjes aan omdat ik in de stad toch wel een stukje moet lopen. En dan zitten van die pumps, het zit sowieso koud, maar het zit gewoon niet fijn. Ik krijg trouwens mijn nepbontjas. Het is best wel koud buiten en hij is wel een beetje opvallend hoor. Maar hij zit heerlijk warm en het is wel een nadeel met deze kleur. Ja, dat je dan natuurlijk alles op ziet. Maar hij zit wel heerlijk warm.
waait heel erg, maar ik ben net bij Primark geweest, het regent ook wel. En ik heb niet wat ik wilde, want dat hadden ze hier gewoon niet. Maar ik heb wel oliebollen gekocht. Lekker! Nou, ik ben weer thuis en ik heb niet heel veel bij de Primark gekocht. Ik heb wel deze trui gekocht voor Noël, mijn jongste zoontje. Zo'n foute kersttrui. Ik vond het zo leuk. En ik had er daar eentje ook voor hem gezocht. Die was maar iets van 9 euro of zo. Wat heb ik nog meer gekocht? Ja, wel een beetje foute pantoffels. Maar ik vond ze wel heel erg leuk. En het zijn ook maar pantoffels. Ik bedoel, ik hoef er niet meer op straat te lopen. Het zijn van die witte en ze hebben van die pareltjes en een beetje bling. En ik vond ze gewoon heel erg leuk en ze zijn lekker zacht. Verder heb ik deze glitterjurk gekocht. Is met zo'n kool. En ik dacht, ja, was maar 20 euro. Vond het wel leuk voor kerst. En hij is zwart met gouden glitters en is ook zo'n aansluitende, beetje gebreide stof. En een langere die over de knie. Wel heeft zijn kerstrui aan. Kijken. Ga eens even. Kijk nou eens even. Het is hartstikke leuk. Niet eraan trekken, dat gaat kapot. Ja, dat is voor liever niks geen trekken. Niet doen. Het is toch een trekballetje? Nee, dat is voor de sier Noël. Ja, nou, dat weet je zelf ook wel. Nee, maar hij staat heel erg leuk, lief. Ah, het is nu vrijdagavond, 10:30. En ik zit alweer uren achter mijn computer. Ik ben alvast de vlog aan het editen, want morgenavond ga ik hem natuurlijk uploaden. Zondag moet hij online. En ik heb al vorige week ook uitgelegd, dat is heel veel werk. En ik ben echt al gewoon vanaf 6 uur, en het is nu 10:30, onafgebroken, alleen maar met die vlog bezig geweest. Alle stukjes film uitgezocht van afgelopen week, alles aan elkaar geplakt, muziekje erbij, nou ja, noem het maar op, soms een overgang. Ik heb het eigenlijk wel weer gehad voor vanavond. Maar ik heb het wel af verder. Ik heb ook nog een artikel geschreven vandaag. En ik had eigenlijk nog eentje willen schrijven. En ik had ook nog willen strijken. Wat? Ik moest eigenlijk strijken. Want er ligt er heel veel strijkwas. Maar het is er gewoon niet van gekomen. En ik heb daar nu echt geen zin meer in. Sta ik morgen gewoon iets eerder op. Morgen is het zaterdag. En dan doe ik het morgen wel. Ik ga zo meteen lekker warm douchen. En dan lekker mijn bedje in. Ik heb de elektrische deken alweer aanstaan. En dan vind ik het wel prima voor vanavond. Dus ik zie jullie gezellig morgen weer. Wel trusten. Morgen, het is zaterdag 12 december. Ik zie er een beetje raar uit. Dat komt omdat ik zo meteen een video ga opnemen. Namelijk een kerstlook tutorial. Dat had ik eigenlijk al moeten doen. En daar loop ik een beetje mee achter. Dus dat ga ik zo doen. Mijn spulletjes liggen al klaar. Verder ga ik de vlog nog helemaal afmaken. Zodat die morgen online komt. En ik ga jullie zo meteen even... Of ik ga jullie nu even laten zien wat ik draag vandaag. Ik draag vandaag dit kerstachtige jurkje van Primark. Die jullie gisteren al voorbij zagen komen. Zwart met gouden glitters. Dus een vrij lange aansluitende jurk. Riempje wat ik erop draag is van H&M. Dat komt omdat het niet anders heel mooi aansluit bij de tuin. Dan draag ik heel charmant mijn nieuwe pantoffeltjes van Primark. En hier liggen al mijn make-up spullen klaar die ik voor de look ga gebruiken. Alle producten die ik ga gebruiken. De spiegel staat klaar. De kwasten liggen klaar. En de lamp staat klaar. Ik moet zo meteen alleen nog eventjes mijn camera op statief zetten. En dan kan ik gaan filmen. De look tutorial is klaar. Die zien jullie zo eigenlijk niet zo heel goed. En dat is nu wel een voordeel met het slechte licht. Zoals ik er nu bij zit. Maar ik ga nu de vlog afsluiten voor deze week. Want ik moet hem gewoon... Ja, dat heb ik vorige week ook uitgelegd. Ik moet hem gewoon nog het laatste stukje editen. En dan moet ik hem online of gaan uploaden naar YouTube. En dat wil wel eens een foutmelding geven en zo. Waardoor ik het vaker moet doen. En dat kan ik niet pas vanavond heel laat gokken. Dus ik ga hem voor nu afsluiten. Morgen ga ik weer verder vloggen. En dan weer een hele week. Die zien jullie volgende week zondag. Dan zijn het de laatste dagen voor kerst. Ja, klopt. En dit was hem dan. Het is wel een vrij lange vlog. Maar ja, dat is ook wel logisch natuurlijk. Als je van de hele week samenvat. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Bedankt daarvoor. En ik zie jullie snel weer in de volgende video en vlog natuurlijk. Doeg!